zoals altijd kan ik het net niet goed laten zien, maar daarachter het circuit van Spa-Francorchamps voor natuurlijk het Formule 1 Grand Prix van België, waar we weer een hoop spektakel verwachten van Max Verstappen in zijn Red Bull Racing. Maar of dat gaat lukken, dat moeten we nog maar zien, want het is een power circuit met die lange rechte stukken en die lange doordraaiers door de heuvels. Als daar nog meer fans aankomen. Moeten we nog maar zien of hij dat wel redt. Want die Renault motor mist nog steeds vermogen ten opzichte van de Mercedes. En ook wat ten opzichte van de Ferrari. Zoals ze daar nu toch wel duidelijk voor lijkt te zitten. Sowieso zijn de kaarten een beetje anders geschud. Want de zomerstop is achter de rug. Iedereen heeft even kunnen rusten. De teams hebben wat ontwikkelingswerk kunnen doen. Niet te veel, want ook de monteurs moeten een beetje tijd voor zichzelf hebben. En dan gaat het er toch altijd wat anders uitzien. Hoe dat precies zal zijn, dat zullen we vooral op de zaterdag merken in de kwalificatie. Waarbij we nu al weten dat Lewis Hamilton niet vooraan op de grid zal komen te staan. Want die laat een stel nieuwe motoren in zijn Mercedes schroeven. Die heeft in het begin van het seizoen wat problemen gehad. En ja, die krachtronden zijn dan niet meer te gebruiken. En dus zal die waarschijnlijk sowieso als 20ste moeten starten. Misschien ietsje naar voren als ander ook op start krijgen, maar 20ste, dat is toch wel heel ver naar achteren. Hij heeft ook al aangegeven dat Rosberg waarschijnlijk goede zaken gaat doen hier. Maar het feit dat Hamilton zo ver naar achter staat, kan in ieder geval betekenen dat we een hele leuke race gaan krijgen. Want de laatste keer dat Hamilton achteraan moest starten, vanwege technische problemen met zijn motor, was in China. En dat was toch wel een behoorlijk knotsgekke race te noemen. Want de hele race lang moest hij naar voren rijden, waardoor er constant actie op de baan was. Laten we hopen dat het hier op Spa weer net zo leuk wordt. Dat gebeurt, weten we natuurlijk nooit. Maar het feestje zal er niet minder om zijn. Want er zijn er ook nog eens vele tienduizenden, hoeveel precies weten we niet, Nederlandse fans om Max aan te moedigen. En een betere boost kan hij zich in elk geval niet wensen. Dus.